Hallo allemaal en welkom terug bij deze webinar over Safer Internet Day. Hopelijk hebben jullie tijdens deze korte pauze even de tijd gehad om te bladeren op klassement op zoek naar leemden over phished of de quiz te doen, de oefening waarbij je een aantal phishingpogingen zelf moet herkennen. In de chat zag ik ook dat er aandachtige deelnemers waren die wezen op een conversatie waarin een link stond die toch nogal wat fishy overkwam. Arnoud heeft ons verzekerd dat ze er voor niks tussen zitten, maar inderdaad, het is toch altijd wel slim om bij bepaalde conversaties en zeker bij het klikken op linken uit te kijken naar bepaalde zaken en zeker de nodige voorzichtigheid voor de dag te leggen. De tweede presentatie van vandaag is GDPR op school. Praktische tips en advies. De GDPR zorgt sinds een aantal jaar, denk ik, op vele scholen al voor heel wat vragen en problemen bij het publiceren van allerhande materiaal op schoolwebsites of sociale mediakanalen. Ik denk dat die vragen er zullen blijven bestaan en dat GDPR inderdaad een afkorting is die nog vaak zal vallen, ook als het gaat over privacy en informatieveiligheid. We hebben Bert Kouwenberg bij ons, die het boek GDPR op school schreef en die jullie graag even kort meeneemt met een aantal praktische tips en advies. Bert, ik geef het woord aan jou. Dank u wel, Jan. Ik ga meteen beginnen met te zeggen dat ik zo'n dingen veel liever in een zaal of lokaal doe en jullie zo toespreek, maar we moeten ons allemaal aanpassen aan de omstandigheden. En net zoals in een zaal ga ik dus eerst beginnen met mijn presentatie te starten. Zo. Zoals Jan daarnet in de inleiding al aanhaalde, heb ik het boek geschreven GDPR op school. En vandaag ga ik me focussen, omdat een kwartier sowieso nooit genoeg zal zijn om de ganse GDPR-wetgeving toe te lichten. Dat is ook niet de bedoeling vandaag. Hè. Dus ik ga me focussen op de link met het thema van de Safer Internet Day. Hè. Wat is eigenlijk het verband tussen die GDPR en Safer Internet Day, of algemeen informatieveiligheid en beveiliging? Een heel kort woordje misschien over mezelf, zo'n levensverhaal van te maken. Mijn expertise in zaken GDPR en dan in het bijzonder het Vlaamse onderwijs heb ik opgedaan toen ik 2,5 jaar, van september 2017 tot januari 2020, heb ik voor de koepelorganisatie van het Vrije Onderwijsnet in Vlaanderen gewerkt met bijzonder fijne collega's rond dit thema. En wij hebben eigenlijk mensen van scholen opgeleid, van directies, bestuurders, ook heel veel ICT-coördinatoren en anderen, preventieadviseurs ook, rond het thema GDPR, hè, dat toen ook in 2018 in voegen is getreden. Op basis van die expertise, hè, ondertussen werk ik trouwens voor het Agentschap voor Onderwijsdiensten, dus ik volg de GDPR voor het Vlaams onderwijs nog als, hobby is nu misschien niet het juiste woord, maar ik volg dat uiteraard nog wel. Maar dus mijn expertise die ik in die 2,5 jaar heb mogen opdoen, heb ik proberen te vatten in het boek, hè, dat daar net op de vorige dia stond en waar hier de link naar de uitgeverij ook vermeld wordt. Omdat ik dit ook al een zeer het onderwerp en voor meer inhoudelijke tips en cases en uitwerking van de GDPR in het algemeen verwijs ik naar het boek. Hè. En ik ga me dan nu vooral focussen op het verband met de Safer Internet Day. Ik heb hier de twee precedenten staan. Het is ook niet de bedoeling om te spreken. Het is geen juridische webinar. Voor de mensen die de afkorting GBA niet kennen, misschien kort wel, dat is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is eigenlijk de Belgische, op federaal niveau georganiseerde toezichthouder, vooral als dat met de GDPR-wetgeving en dus privacy-wetgeving te maken heeft. Nu, hieruit blijkt dat zij toch het onderwijs wel monitoren, zal ik maar zeggen. Dus er zijn toch al twee gevallen gekend van sancties, zoals men dat dan heet, tegen onderwijsinstellingen uit Vlaanderen. Ik ga hier niet op de details ingaan. Daar is niet de tijd voor, dus dat heeft wel het nadeel dat ik het niet kan nuanceren wat hier staat.
Er zijn wel van die beslissingen wel zaken nog voor het Markthof en nog niet definitief. Op die tweede kom ik straks nog terug, omdat daar toch wel de link aanwezig is met het thema van vandaag. Hè. De tweede sanctie. En in het buitenland, heb ik hier ook nog vermeld, zijn er al wel andere precedenten, ook specifiek vlak van gegevenslekken, of het niet melden ervan, of het onvoldoende hanteren van beveiligingsmaatregelen. En dat is natuurlijk de link waar ik het daar net over had, en waar ik nu wat dieper op in ga proberen te gaan met enkele voorbeelden en tips. Er zijn vele nieuwe aspecten aan de GDPR, hè, zowel inhoudelijk als juridisch, als het sanctiebeleid erin. Maar toch wel, vandaag vooral belangrijk, is de link, het verband dat de GDPR expliciet in een aantal artikels oplegt tussen privacy en informatieveiligheid. Als men persoonsgegevens verwerkt op bepaalde systemen, en ik moet hier denk ik niet een heel lijst voorbeelden noemen, en dat iedereen van jullie die voor de eigen school of onderwijsinstelling wel kan opsommen. Hè. Er zijn heel veel systemen waarop persoonsgegevens verwerkt worden en waarop leerlingen of personeelsgegevens staan. En de GDPR zegt, naast andere principes en basisvereisten, zegt de GDPR dus ook expliciet van kijk, als je andere mensen hun persoonsgegevens verwerken, dan moet je ook instaan voor de beveiliging daarvan. En dat is nu een beetje kort door de bocht samengevat. Maar dat is de link waar ik nu graag in het kader van de Safer Internet Day in ga zoomen. Dus welke praktische tips en advies zijn er dan ook in het boek te vinden? Dit zijn niet alle basisprincipes, maar dat zijn voor vandaag de belangrijkste. Ik ga ze niet één voor één allemaal illustreren met voorbeelden, hè, want rond toestemming en dergelijke is zeker veel te zeggen, maar dat is niet de bedoeling van het kwartiertje dat ik hier vandaag krijg. Ik verwijs toch wel graag naar mijn boek voor mensen die daar meer uitleg over willen lezen. Degenen die cursief staan zijn dus wel heel belangrijke basisprincipes, maar zijn niet zozeer, denk ik, het onderwerp van vandaag. Wat is vandaag wel belangrijk? Dat zijn de voorwaarden of de artikels in de GDPR die ook scholen, want dat geldt ook voor scholen, opleggen om bepaalde organisatorische en technische maatregelen te hanteren. En ik ga daar een voorbeeld bij nemen dat me toch wel is bijgebleven. Ik weet zelfs niet meer van welke onderwijsinstelling het was, maar ik hoop dat persoonlijk een kwestie misschien niet aanwezig is vandaag. Maar ik ga zeker de naam niet noemen en ik weet de naam zelfs niet meer. Maar ik weet nog dat een directielid ooit geweest is en die bewaarde de personeelsdossiers en in het bijzonder de verslagen van evaluatiegesprekken van het personeel op de eigen laptop, de eigen pc. Want al dus die directie, en dat was op zich al, vind ik, een niet slecht bedoelde en een gezonde reflex. Ja, het is toch niet veilig om dat zomaar afgedrukt of op servers te zetten, want dat vertrouwden ze niet, de eigen servers, en laat staan de cloud vertrouwde de directie in kwestie niet. En dat stond dus allemaal op de eigen laptop zonder vorm van backup of dergelijke. Maar nu, datzelfde directielid ging ook wel graag door de gangen en is langs bij de klassen om te zien of alles goed draaide in de school, wat zeer fijn is natuurlijk, op zich, maar het was ook niet de gewoonte om de deur te sluiten van het bureau. En dus op een mooie dag kwam ze van een wandeling doorheen de school terug en was, ik zeg nu trouwens een vrouw, maar ik denk nu eigenlijk echt dat het een man was, eerlijk gezegd, kwam hij terug de wandeling en is de laptop verdwenen en is nooit teruggevonden. Inclusief dus de verslagen van de evaluatiegesprekken enzovoort. Wat wil ik met dat voorbeeld aanhalen? Ja, het verband dat hier vandaag bedoeld wordt tussen die GDPR op school en informatieveiligheid. Wat zijn dan organisatorische maatregelen? Ja, het toedoen van die deur, en dan liefst nog op slot, dat had al een zeer goed voorbeeld van een organisatorische maatregel geweest. Technische maatregelen? Ja, nu in een lokaal zou ik nu vragen om te antwoorden. Het kan eventueel via de chat, maar dat is misschien ook wat weinig tijd voor nu. Deze maatregelen zijn er diverse mogelijk natuurlijk, maar de eerste waar dat wij dan toch direct aan dachten als het over informatieveiligheid gaat, was encryptie voorzien op die toestellen. Hè. Voor de aanwezigen die dat niet weten, maar je moet echt geen professioneel hacker zijn om als je een laptop steelt, daar de harde schijf uit te halen en die informatie die daarop staat, hè, gewoon te openen, heb je zelfs het wachtwoord echt wel niet voor nodig. Tenzij men op die schijf zelf BitLocker of andere technologieën gebruikt die beschikbaar zijn om encryptie toe te passen. Dus waarbij dat
alles dat op die schijf staat versleuteld is, zodat men enkel met dat wachtwoord van de gebruiker de informatie nog kan raadplegen. Nu, die technische maatregel is alleen maar een maatregel om te zorgen dat men die evaluatiegesprekken niet kon openen en daar dingen mee gaan doen. Dus dat is echt wel, dat is louter om de privacy van de betrokkenen te waarborgen. Maar dat lost op zich het probleem niet op dat die directie dus ook wel geen enkele evaluatie niet meer had van haar personeel, van zijn personeelsleden. Er zijn maar enkele voorbeelden, of is eigenlijk één voorbeeld om hopelijk toe te lichten wat er bedoeld wordt met die link tussen de GDPR en informatieveiligheid. Een andere technische maatregel, die nota bene niet enkel, die maatregel die ik nu hier als voorbeeld geef, gelden wat mij betreft niet enkel voor deze case, hè. Die zijn uitbreidbaar naar andere voorbeelden ook. Hè. Backups, hè. Los van de discussie of die wel of niet te vertrouwen zijn, hè. Men moet er dan natuurlijk die ook beveiligd zijn, op een veilige manier gebeuren en voldoende vaak. Hè. Maar backups van dergelijke belangrijke documenten zullen toch zeker ook wel te overwegen zijn. Dus ik heb nu dat voorbeeld genoemd van die dossiers, maar ik moet er ook niet bij zeggen dat ook leerlingen gegeven zijn dergelijke, dat die onder dezelfde soorten van maatregelen vallen. En wat is eigenlijk finaal het oogpunt of achterliggende idee, en dat is ook expliciet gemaakt in de GDPR-wetgeving, dat is dat wij ervoor moeten zorgen dat we, ja, geen kan ik niet zeggen, dat zal er altijd zijn, maar dat we zo weinig mogelijk gegevens lekken met impact op de privacy van de betrokkenen. Hebben. Het is toch de bedoeling dat we al het mogelijke doen. En ja, er zijn natuurlijk beperkingen. We hebben geen oneindige tijdsbestek om dingen te implementeren en zeker ook geen oneindige middelen. Maar de bedoeling is om als school ook die dingen te doen die we kunnen doen om die gegevens lekker zoveel mogelijk te vermijden. En ik heb er dan ook meteen bij gezegd, maar daar ga ik ook niet dieper op ingaan. Maar er is ook een meldplicht. Hè. De GDPR voor die mensen hier aanwezig die dat niet weten, maar ook hier verwijs ik naar andere bronnen of naar het boek voor meer uitleg. Maar als men dan toch een gegevenslek heeft, dan moet men ook gaan onderzoeken van ja, wat is daar de impact van, de schaal, de oorzaak ook vooral. Hè. En dan moet men ook daar gaan kijken, wat kunnen we allemaal doen om dat gegevenslek, de impact daarvan zoveel mogelijk te beperken. En in sommige gevallen is het nodig dat men zelf dat gegevenslek meldt bij de toezichthouder. En dan kan het zijn, laat ons niet kort door de bocht gaan, maar in theorie is het dus perfect mogelijk voor de GDPR dat uit onderzoek blijkt dat men onvoldoende maatregelen neemt eventueel om gegevenslekken te voorkomen. En dan zou dat kunnen dat men daar ook een sanctie of een berisping voor krijgt of dergelijke. Dus dat is zeker in de toekomst niet uit te sluiten. Hè. Dus het is toch een belangrijk aandachtspunt om aandacht voor te hebben. Wat zijn een aantal meer algemeen, toch nog wel belangrijke tips en opmerkingen rond die organisatorische en technische maatregelen? Nu, als het over safer internet gaat, gaat het toch vooral over technische maatregelen gaan natuurlijk. Hè. Het voorbeeld van daarnet was opzettelijk gekozen om een beetje de twee uit te leggen. Ik ga uiteraard niet, de vorige spreker heeft dat bijzonder goed uitgelegd, wat het verband is, of het belang is van om phishing. En dan hier vooral de sensibilisering, hè, maar ja, er is dan een bijzonder goede organisatie die dat op haar rekening neemt. Hè. Is, zoals de vorige spreker ook aangehaald heeft, het is ook wel belangrijk om uw personeel, en ik denk bij uitbreidingen ook ouders en leerlingen, te sensibiliseren rond die phishing. Ja, dus het materiaal is ook daarnet door Jan toegelicht geweest en getoond zelfs. Hè. Dus er zijn wel zaken die men kan gebruiken. Het warm water moet niet elke keer opnieuw uitgevonden worden, maar probeer er aandachtig voor te zijn, zelf, maar ook wel binnen uw onderwijsinstellingen voor te zorgen dat men meer aandacht heeft aan die phishing. Het is exponentieel toegenomen met de coronacrisis en het is zeker een aandachtspunt om over te waken. Eentje waar ik op terugkom is de sanctie die op een van de eerste dia's stond, hè, die dus in Vlaanderen is uitgesproken voor een school waarbij men bij een mailing aan, ik vermoed ouders, ik wil het nu kwijt zijn, de persoon in kwestie niet in BCC had gezet, maar in CC. Dus in kopie, waardoor dat iedereen alle e-mailadressen van alle ontvangers kon zien.
In C is dat een gegevenslek. Hè. Dat is ook zo eentje. Er zijn technische manieren. Men kan tegenwoordig in heel wat platformen ervoor zorgen dat enkel BCC mogelijk is. Of dat BCC de standaard optie is. Hè. Blind Carbon Copy, voor de mensen die het niet kennen. Maar ook hier moeten we toch wel opletten. Het gebruik van e-mail heeft wel enkele bijzondere risico's. We gaan er dus op moeten letten. Hè. Ook het doorgeven van leerlinginformatie, personeelsinformatie eventueel, maar vooral leerlinginformatie, zeker als dat gevoelige informatie is, medische of zorginformatie, is toch zeker af te raden om dat via e-mail te doen. E-mail is op dat vlak geen echt veilig medium. Zowel de e-mailaccounts zijn in veel gevallen, een gsm die ergens ligt, ja, ook hier weer, je moet niet veel moeite doen om de e-mails die op die gsm gaat pleegbaar zijn, om die ook zelf te zien. Je kan ze zelfs doorsturen en al wat je wil afdrukken. Dus het zijn toch wel risico's om echt rekening mee te houden. En dan ook nog een heel belangrijke, zoals ik net zeg, zorg dat de accounts zelf moeten toch ook extra beveiligd worden. Is dat voor alle accounts enzovoort nodig? Daar gaat denk ik de volgende spreker het meer uitgebreid over hebben. Dus ik wil hier nu zeker niet in het vaarwater van anderen komen. Ik probeer enkel maar het verband te leggen tussen de sprekers van vandaag. Maar two-factor authentication, dus voor de mensen die het niet kennen, dus men gaat een combinatie toepassen en niet enkel nog een wachtwoord. Dus een wachtwoord is en blijft tegenwoordig toch redelijk gemakkelijk, soms achterhaald, jammer genoeg. En van het moment dat men in het account aan instapt, neemt men niet enkel uw identiteit over, dat kan al een serieus probleem op zich zijn, maar als het een account is tot informatie van leerlingen, leerkrachtenaccounts, tot informatie van leerlingen, ja, dan zit je dus met die link met de GDPR en de mogelijke gevolgen daarin. En dat zijn gegevens liggen waar toch al wel serieuze problemen mee gerezen zijn. Als ik zo naar mijn tijd kijk, is het tijd om af te ronden, maar dat is niet erg, want dit is het laatste dat ik nog wil meegeven. Ik had in het begin al gezegd, een kwartier is niet lang. Dus ik geef hier nog even de onderwerpen aan, de hoofdstukken eigenlijk, die in het boek aan bod komen. Dus ik heb het nu vooral over de verantwoordingsplicht en passende maatregelen. Heb ik geprobeerd om in sneltreinvaart een paar dingen van mee te geven. Er is ook een apart hoofdstuk over de digitale leermiddelen, die enorm toegenomen zijn. Ik denk aan tools als dit. Ik denk dat tot een jaar geleden we dat toch veel minder gebruikten allemaal in het onderwijs. En ondertussen zijn we genoodzaakt om dat eigenlijk vrij veel te gebruiken en niet enkel in het onderwijs. Dan zijn er een aantal specifieke aspecten in zaken informatieveiligheid, blijkt ook vandaag, die de aandacht wel vereisen. Goed, ik denk dat ik het forum nu, of dat het forum nu geopend wordt voor even vragen. Ik dank jullie alvast voor jullie aandacht. Dank u wel, Bert, voor jouw zeer interessante bijdrage. Ik ga even checken bij Davy of er een aantal zaken uit de chat kunnen gemeld worden aan Bert. Of er een aantal vragen zijn waarop het antwoord gewenst is. Voilà. Horen jullie mij? Ja. Voilà, prima. Wel, er zijn een aantal zaken besproken geweest. Waar meld je bijvoorbeeld als school best een gegevenslek, Bert? Of wat is de juiste procedure? Het Vlaams onderwijs, want ik zie een aantal andere chats nu voor het eerst en er zijn er nog een aantal aan gerelateerd. Het Vlaams onderwijsveld is er, zit met een land met een beetje een bijzondere structuur op dat vlak. Hè. Er is de Vlaamse Toezichtscommissie. Die is, zoals het woord zelf zegt, verantwoordelijk voor alle Vlaamse overheidsinstanties. Dat is nu even kort geantwoord en kort samengevat. En er is dus die gegevensbeschermingsautoriteit. Hè. In principe is sowieso voor het gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk onderwijs en provinciaal onderwijs, zou er in principe de VTC sowieso de eerste, de Vlaamse Toezichtscommissie, de eerste plaats zijn om gegevenslekken te melden. Maar in de praktijk leerden wij, maar ik zeg het, het is nu ondertussen, ben ik ook een half jaar met een andere job bezig, maar het bleek toch in de praktijk eigenlijk raadzaam om het bij de beide te melden. Dus de meldingen, er zijn elektronische formulieren op de websites te vinden, dus als men naar de Vlaamse Toezichtscommissie gaat, of naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, want zij hebben eigenlijk als Belgische, als federale instantie, achten zij zich ook gemachtigd om toezicht te doen op onderwijs en op Vlaamse onderwijs.
En ik denk dat toch het advies bij ons meestal was van bij de beide. Het verveiliging slecht te melden. In principe zijn er afspraken, maar ik weet niet hoe ver dat die ondertussen ook al echt in voegen zijn, maar het was altijd wel de bedoeling om afspraken te maken dat ze onderling gingen doorgeven, aangelang wat nodig was of niet. Maar dat is het beste of het veiligste advies dat ik hier vandaag kan geven. Vlaamse Toezichtscommissie of in misschien best ook gegevensbeschermingsautoriteit en misschien toch vooral als het over een, laat ons nu zeggen, groot beveiligingslek gaat. Is dat misschien toch nog altijd wel het meest aangewezen om het bij de beide te melden. Voilà, ja, klopt. En ik had het ook al in het chat gezet, vaak hebben scholen wel een informatieveiligheidsconsulent, een lang woord, aangesteld, die daar toch wel waarschijnlijk meer over weet dan de gemiddelde leerkracht. En dan zal die wel de juiste paden weten om dat te melden. Hè. Maar dus ik denk dat je best op school even op zoek gaat naar wie juist daarvoor verantwoordelijk is. En dan komt dat wel in orde, denk ik. Ja, ik zal daarop aanvullen. Dus zoals ik daarnet zei, gemeenschapsonderwijs en de ja, overheidsnetten, zal ik ze nu even zo noemen. Dus het niet-vrije, gesubsidieerde onderwijs, die hebben normaal DPO's. Omdat die als openbare instelling onder de verplichting vallen dat die een DPO moeten hebben voor elke verwerkingsverantwoordelijke. Een data protection officer, om even aan te vullen. Ja. Ja, en dan is hier een collega van mij, Peter de Klerk, heeft hier in de chat ook al geantwoord dat dat voor het vrijgesubsidieerde net, dus voor katholiek onderwijs, zijn er aanspreekpunten informatieveiligheid. Hè. Dat zijn eigenlijk de mensen die wij opgeleid hebben en die zijn nu nog steeds aan het opleiden zijn. Normaal gezien zou dat op de meeste, of op, ja, ik denk op zo goed als alle scholen geweten moeten zijn, of er op zijn minst moeten kunnen teruggevonden worden wie dat aanspreekpunt informatieveiligheid is. En zij zijn in principe gemachtigd om dat op hun beurt verder te escaleren als dat nodig is. Ja. Oké, voilà. Ik denk dat dat de belangrijkste vragen of vragen waren waar jij denk ik op kan antwoorden. Dus bedankt. Als er geen verdere vragen zijn, dan ga ik even terug het woord aan Jan geven. Ja, dank je wel, Davy. Ook dank je wel, Bert. Ik denk dat heel wat deelnemers hier zeker iets aan hebben en daarmee ook verder kunnen gaan uitpluizen hoe het nu zit met GDPR op school. Ik toon jullie graag ook waar zowel de presentatie van Bert als ook meer informatie over het boek GDPR op school, waar je dat kan terugvinden op onze deelsite ICT op Klassement. Ik heb gezocht op GDPR op school en je ziet hier meteen de presentatie staan en onderaan zie je ook het boek staan met meer informatie. Ik heb deze twee zaken ook toegevoegd aan de favoriete map die ik op het einde van deze webinar graag met jullie deel. Zoals je ziet hebben we ook een hele themapagina gewijd aan het onderwerp van GDPR op school. Dat is zeker interessante informatie om de basisinformatie over GDPR op school eens te raadplegen en te gaan grasduinen tussen de tientallen leermiddelen die er ondertussen ook zijn toegevoegd. Zeker de moeite waard om te bekijken. Als je graag op de hoogte wordt gehouden van nieuwe leermiddelen, is het ook een tip om hier het knopje meld nieuwe leermiddelen aan te zetten. En dan krijg je in Klassement een melding van zodra er een nieuw leermiddel werd toegevoegd aan de themapagina. Op de homepage van ICP Klassement staat de themapagina over GDPR in het blokje van privacy, als ook in het blokje ICT-beleid op school. Een tip bij het gebruik van Klassement: ben je graag snel op de hoogte van nieuwe leermiddelen, dan kan je steeds altijd een zoekactie, in dit geval GDPR, gaan bewaren. Je geeft je naam, je zet het vinkje meld nieuwe leermiddelen aan, en van zodra er een nieuw leermiddel over GDPR zal toegevoegd worden op Klassement, krijg je hiervan een melding en ben je meteen mee met de nieuwste leermiddelen op Klassement. Daarmee zijn we bijna toe aan de laatste presentatie voor vandaag. Inderdaad, zoals Bert al meldde, een kwartier is echt niet lang om diep in te gaan op een onderwerp.
Maar het geeft jullie hopelijk toch een klein beetje de basisinformatie en jullie dan ook de zin om verder te gaan zoeken op klassement voor meer informatie te vinden. Zometeen, binnen een zestal minuten, geef ik het woord aan Jan Schuur van Smart School. Ondertussen laat ik de chat eventjes openstaan voor moesten er nog vragen zijn. En dan kom ik zometeen bij jou terug. Tot zo. Dag iedereen terug. Leuk dat jullie er nog zijn. We zijn toe aan de laatste presentatie voor deze namiddag. Maar ik zag in de chat nog, dat zal nog een vraag zijn voor de vorige spreker, Bert van Inge, of het mogelijk was om even terug te komen op de vraag over de enquête op Smart School. En ik denk dat de vraag daar was of dat het probleem zat in het uitvoeren van deze enquête zonder toestemming van de ouders in het algemeen, of dat het gebruik van Smart School daarvoor het probleem was. Kan je daar nog even op antwoorden, Bert? Ja, als ik de chat zelf goed geraadpleegd heb, denk ik zelfs dat de link naar de beslissing van de GBA eigenlijk ook in de chat al gezet is. En dan zal ik hem zo dadelijk nog eens even inzetten. Dus de klacht ging over verschillende aspecten. Hè. Enerzijds was er het feit dat de toestemming nodig was, omdat het was een bevraging bij leerlingen uit het eerste middelbaar. Dus die vallen in principe nog onder de leeftijd, waar dat dus de ouders nog... dat was vooral duidelijkheid, ik licht hier toe wat de klacht was. Ik zeg niet dat ik per se zelf ook die mening was toegedaan. Maar de klacht ging over het feit dat de toestemming daar nodig was. Het ging ook over het gebrek aan transparantie en informatie. Dus dat was een van de basisprincipes die ik wel heel kort had aangehaald op een dia, maar niet dieper op in kon gaan. Dus dat was ook een aandachtspunt. En het ging ook specifiek over over een aantal vragen in de enquête. Hè. Ik wil er even bij zeggen, want Smart School wordt er vrij, en dat is nu niet omdat de volgende spreker zo dadelijk gaat beginnen. In dit geval was het wel degelijk, het voorbeeld van de klacht was wel degelijk de school en de manier waarop zij die enquête deden. En had aan zich niet met het platform van Smart School te maken, maar het was in dit geval wel het platform. Dus dat wil ik er toch even bij zeggen. En tenslotte ging het dan ook nog wel over de eigenlijke inhoud van de bevraging. En er waren een aantal vragen waar bijvoorbeeld, die gingen ook over andere betrokkenen. En de redenering van de klacht was dat men onvoldoende duidelijk had toegelicht aan de leerling, aan de betrokkenen, dat er ook over anderen informatie werd gevraagd en verwerkt werd. En dan tenslotte ging de klacht ook nog over wie er intern aan de resultaten en zo van de bevraging aankomen. En dus het was misschien een beetje een gevaarlijk voorbeeld om te geven. Ik wil er trouwens ook nog bij zeggen dat die klacht nog niet definitief is uitgesproken. Ik heb nu met de research gisteren gemerkt dat die bij het Markthof is. Het Markthof is eigenlijk de rechtbank die bevoegd is voor als men een bepaalde beslissing van de gegevensbeschermingsautoriteit wenst juridisch verder op in te gaan, hè, beroep aan te tekenen. En deze klacht is daar dus wel naartoe, dus ik wil er ook nog even zeggen dat die niet definitief is uitgesproken, voor zover dat ik weet. En een van de aspecten die ook aangehaald wordt, is dat in principe voor de GDPR, overheidsinstanties, dat is toch altijd de redenering geweest, niet zomaar een boete kunnen krijgen. En dat is dus een aspect dat van deze klacht toch nog wel ook verder zal moeten onderzocht worden. Het is nog niet definitief uitgesproken of men überhaupt die boete in dit geval wel of niet kan geven. Maar het ligt voort bij het Markthof, voor zover ik weet. En ik weet niet wat de verdere stand van zaken erin is, moet ik eerlijk toegeven. Ik weet niet wat dat voldoende toelichting was om toch een beetje meer de inhoud van die klacht toe te lichten. Dat volstaat. Ik wil zelf in de chat kijken. Oké, dankjewel Bert voor deze extra toelichting.